VPN, de afkorting van Virtual Private Network. Dit wordt soms voorgesteld als dé oplossing tegen alle gevaren van hacking en phishing. Wat bieden ze aan? Waar moeten we op letten? Ik ontcijfer het voor jullie. Hallo allemaal, ik ben Danny Moerenhout en dit is een nieuwe aflevering van je podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij. Een VPN is een beveiligde tunnel die je internetactiviteiten versleutelt en dus onbegrijpelijk maakt voor je internetprovider en anderen die komen bespioneren wat je online doet. Je internetprovider weet inderdaad welke sites je bezoekt, maar ze weten natuurlijk niet wat je op die sites precies doet. Ze zien welke sites je bezoekt omdat zij degene zijn die je toegang geven tot het internet. Maar er zijn vele andere manieren om te volgen wat je doet op het internet. Je kan onze aflevering over cookies beluisteren als je even wil opfrissen hoe dat zoal in het werk gaat. Want het zijn toch nog altijd de cookies die Google, Facebook en alle anderen constant op de hoogte houden van ons online surfgedrag. Dus wat verander je dan precies als je verstoppertje speelt met je internetprovider? Wel, in hun plaats wordt het de VPN-provider die nu deze informatie te zien krijgt. Want het zijn hun diensten en servers die gebruikt worden. In het aanbod van VPN-oplossingen wordt absolute anonimiteit vaak aangehaald als grote voordeel. En de grote merken beloven ook dat ze geen historiek bijhouden van onze internetactiviteiten. Maar dat is zeker niet het geval voor alle merken. De gratis VPN-dienst SuperVPN kwam onlangs in het nieuws omdat het de informatie van meer dan 360 miljoen gebruikers was kwijtgeraakt, inclusief bezochte websites. En hoewel er natuurlijk heel betrouwbare oplossingen bestaan, is SuperVPN zeker niet de enige dienst die het niet zo nauw neemt met onze privacy en onze cyberveiligheid. En dat ondermijnt het vertrouwen in de andere oplossingen. Een VPN doet twee dingen. Het geeft jou een nieuwe locatie en verbergt dus zo je echte locatie en het versleutelt je gegevensoverdracht. Dat is standaard alles wat een VPN doet. En waarom zou je je echte locatie willen verbergen? Een goede reden is om bijvoorbeeld censuur te vermijden in landen zoals China of Rusland voor wie daar ter plaatse is. Maar in deze landen is het gebruik van een VPN verboden of zodanig beperkt dat het eigenlijk geen bescherming biedt. Een tweede reden waarom een VPN vaak gebruikt wordt, is om toegang te krijgen tot inhoud die geografisch beperkt is, zoals Netflix en Disney Plus en anderen doen. Niet alle series of films zijn overal beschikbaar, maar door een verbinding te maken via een VPN die zich in een ander land bevindt, kan je toegang krijgen tot de inhoud die je wil bekijken. Je moet dan natuurlijk wel een abonnement nemen en betalen in dat land. Maar bedrijven zoals Netflix zijn systemen aan het opzetten om deze verborgen verbindingen op te sporen en ze tegen te gaan. En dat is vaak niet eens zo moeilijk, omdat ze zien dat er te veel connecties gemaakt worden vanuit één server. Die van de VPN natuurlijk. Ook belangrijk is dat deze diensten dit doen omdat ze zelf anders in de problemen kunnen komen met copyrightwetgeving. De laatste reden om een VPN te gebruiken is het zakelijke gebruik. Dat is ook hoe VPN's ontstaan zijn. Origineel werd het gebruikt om verschillende locaties van eenzelfde onderneming als één netwerk te beschouwen op het internet. Maar door de versleuteling van de informatie werd het ook mogelijk om van op toestellen te werken die niet tot de onderneming behoren. En zo werd het natuurlijk ook een onmisbare oplossing om werknemers van thuis of van op een externe locatie te laten werken. Wie regelmatig een advertentie voor VPN-diensten ziet voorbijkomen op sociale media of op een website, zal waarschijnlijk al gemerkt hebben dat ze nogal sterk inzetten op gevoelens zoals angst. Angst om het slachtoffer te worden van een cyberaanval. Of ook angst dat anderen zullen te weten komen wat je allemaal doet op het internet. Het klinkt bijna alsof er een samenzwering bestaat. En dat zijn psychologische technieken die we vaak zien bij fraudeurs. Begrijp me niet verkeerd, een VPN is geen vorm van fraude, maar hun manier van reclame voeren zou wat voorzichtiger kunnen zijn.
Hun belangrijkste argument is privacy. Dankzij hun product ziet niemand wat je allemaal uitspookt op het internet. Laat ons wel één belangrijk principe niet vergeten. Als het illegaal is zonder een VPN, dan is het dat nog altijd met een VPN. En onze internetproviders zijn helemaal gebonden aan de privacywetgeving die in Europa, en dus ook in België, heel sterk is. Dus daarvoor is een VPN niet nodig. En ook de websites die we bezoeken versleutelen de gegevens tussen onze computer en de website. Dat zie je aan het hangslotje in de adresbalk, of anders gezegd, de bekende HTTPS-verbinding. De VPN-fabrikanten beweren ook dat ze een bescherming kunnen bieden tegen virussen en andere malware. Dat is een extra dienst die ze kunnen aanbieden omdat ze zien op welke sites je surft. De VPN kan inderdaad je verkeer filteren en je zo weghouden van sites die gevaarlijk zijn. Maar dat zal zeker niet alle virussen tegenhouden, want daarvoor heb je een echte antivirusoplossing nodig op je computer. Een antivirusoplossing die zichzelf automatisch kan bijwerken en die regelmatig een scan doet van je volledige toestel. De fabrikanten van VPN-diensten doen natuurlijk niets mis met hun filtering, maar beschouw het als een extraatje, niet als je belangrijkste bescherming tegen virussen. Sommige VPN-oplossingen hebben ook een dienst waarmee ze reclame kunnen tegenhouden. Net zoals de filtering die ze doen om virussen tegen te houden, doen ze ook filtering wanneer een website de verschillende diensten aanroept om reclame te tonen. Hierdoor kan deze reclame niet getoond worden en blijf je er vrij van. Hier moeten we wel twee kanttekeningen bij maken. Ten eerste moeten websites, en dan zeker gratis websites, nog steeds kunnen overleven. Reclame is één van de vormen van financiering. Het is op zich een mooi systeem. Ik krijg de informatie op de website gratis te zien en in ruil toont de website mij reclame, zonder dat ik verplicht ben om die te bekijken of erop te klikken. Als je jezelf wil beschermen tegen reclame, of beter, tegen het profileren om jouw gerichte reclame te tonen, moet je weten hoe cookies werken en hoe je daarmee omgaat. Een VPN is een prima oplossing om van overal gebruik te kunnen maken van diensten alsof je je in een andere locatie bevindt. Dat is vrijwel enkel noodzakelijk voor een professionele organisatie. Als individu is het vrijwel altijd nutteloos. Denk je dat je het toch nodig hebt? Ga er dan voor, het werkt geweldig. Maar wees voorzichtig met de oplossing die je kiest. Zeker als die gratis is. Want hoe betalen ze hun kosten? Vergeet niet dat de beste bescherming van jezelf komt. Jij bent de beste manier om jezelf online te beschermen. Door sterke wachtwoorden te gebruiken, 2-factor identificatie te activeren, onnodige cookies te weigeren, een goede antivirusoplossing op je apparaten te installeren en een beetje op te letten wat je downloadt, heb je al meer dan genoeg bescherming. Dat is gewoon goede online hygiëne. Maar een VPN kan dit niet aanbieden. Ik wens je nog een fijne dag en tot binnenkort in de volgende aflevering van je podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij.